leuk dat jullie kijken. Dit is een plicht kookvideo van Arthur Kookt. Ik ga vandaag een receptje uitproberen voor de kookapp. De Wim Maand, de kookapp. Die kun je downloaden in de Google Play Store of de App Store. Dat laat ik je straks zien. Eerst gaan we eventjes kijken naar het vegetarische recept dat ik ga proberen voor in de kookapp. Krijg je ermee? Allemaal voor nodig. Tomaatjes in blokjes. Krieltjes, aardappelkrieltjes. Spersiebonen, een pan voor de kruidjes, vegetarische hamburger, dus het is heel makkelijk. Afslagkap heb ik aangedaan en nu gaan we even iets anders instoppen. En nu zit het goed in de kap. Dit is ook een 12 minuutjes en deze is weer 12 minuutjes. Zet het daar nog even. Koken, ik ga even wat lager zetten. En ik ga er ook iets uit. Dan doe ik ook even over de aardappels. Zorg er wel voor dat het dan blijft koken. Dit is op zich wel oké. Okay. Kijk, dit is een beetje gezet. Daarmee heb ik nu 50 minuten gezet. Dus dan weet ik dat de aardappels lager zijn daarna. Ik heb pas wat geluipen in de pan gedaan. Het kan nog wat warmer worden. En dan zijn we straks de vegetarische hamburgers in de pan van 5 minuutjes bakken. 4, 5 minuten ongeveer. Zo, ik heb de vegetarische hamburgers in de pan gedaan. Van 4 en 5 minuten. Duimen opwekken. Verkoopwekken. Zo, ik heb de vegetarische hamburgers omgedraaid. Let op, draai ze af en toe nog wel even om. Dan wordt het aan beide kanten goed gaan. Ik heb de spersiebonen afgevouwd in mijn friet. Even opvullen. Ik heb het terug in de pan. En dan kunnen we eten. Zo, de spersiebonen zijn klaar. De aardappelen zijn klaar. En de vegaburgers zijn klaar. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Zoals ik al zei, in het begin van deze kookvideo ga ik jullie uitleggen hoe je de Maandas kookapp kunt downloaden. Dus kijk allemaal mee. Pak je mobiele telefoon of je tablet of je iPad. En ga dan, als je Samsung hebt, naar de Google Play Store. En als je een Apple, iets van Apple hebt, ga dan naar de App Store. Ik ga nu naar de App Store. Daar klik ik op. Dan ga ik, als je bij Google Play bent of bij de App Store, heb je altijd een balkje boven met zoeken of zoeken. Dan klik je daarop. En dan ga je zoeken en dan tik je in. Coke app. En je gaat enter drukken. Als het goed is, zie je dan de Humanitas Coke app. Dan klik je op downloaden. En dan gaat hij beginnen met downloaden. En dan wacht je even tot hij gedownload is. Oh, de Humanitas Coke app is gedownload. Dan klik je nu op openen. En we wachten even. Want we zien hier van alles. Humanitas Coke app. Nou, dan ga je gewoon swipen naar de andere kant toe. Dus naar links. Stap voor stap koken. Geen chaos meer. Dat klopt. Prima. Aan de slag. Dan wacht je even tot dit helemaal is gedraaid, dat balkje. Want je hebt geduld, even wachten. En dan zie je hier al die recepten van de Humanitas Coke app. En het leuke is, als je bijvoorbeeld zegt, nou, ik wil die stampot met cipollata worstjes, dan klik je op kijk. En het hele andere eraan is, je klikt op alles aan, zeg maar, wat je al hebt. Dus als je zegt, nou, ik heb 1 eetlepel crème fraîche gepakt in de supermarkt, dan klik je op en dan vink je, nou, doe je bij alles. Dan ga je naar de volgende. Dan ga je alles aantikken als je dat gepakt hebt. Bijvoorbeeld een stamper als je die gepakt hebt. Nou, zo helemaal door. En dan ga je naar de volgende. Dan ga je alle, als je klaargezet hebt, ga je dat ook doen. High five, goed gedaan. De volgende, ga je handen wassen. En dan staat er wat je moet doen. Dus helemaal goed.
Als het goed is, heb je nu op je Samsung vanuit de Google Play Store de Coke app gedownload in de maand. Dus Coke app of vanuit Apple, van de Apple Store ook. De Coke app per maand, dat is gewoon download. Super goed. Doe even een duimpje als je deze video leuk vond. Reageer even onderaan de comments. Als je hem ook hebt gedownload, laat even weten wat je van de Coke app vindt. En veel kookplezier. Gewend met de Humanitas Coke app. En hij is niet alleen voor Humanitas te downloaden. Hij is voor iedereen te downloaden in heel Nederland. Laat ik dat nog even gezegd hebben. Hou doel en vergeet me niet te volgen op Instagram @ArthurKookt en op YouTube @ArthurKookt. Fijne dag.